Zo in de past en zo in niks. Mooi, hè? Dat het toch voor mensen die al zo lang amuse zijn, dat er dan toch weer een baantje op komt. Waar ze een centjes met kunt verdienen. Waar ze een fijn gevoel bij hebt. Maar dat fijne gevoel heb ik ook, hè. Serieus, ja. Ik voel me wel goed zo. Zo een beetje koopman op pad, een beetje onder het volk. Een beetje zwaaien naar de mensen. En ja, dat ligt me wel. Ja, nou ja, wij kennen elkaar machtig goed. Dus ja, misschien, ja, ik mag het niet zeggen, maar dat schuurt hij. Dat is wel geweldig, of mooi schuurt hij. Onder pad deze weken. En daadwerkelijk op pad. Eigenlijk een beetje een reis door de tijd. Want we hebben hier een fun. En de meeste mensen die als in Hogeveen op school west zitten hebt en dergelijke, die kent die man. Het is een man die een ongezolde mening heeft, recht voor de raap is en toch een hele vrolijke kerel is. Dag Jordi. Mooi. Mooi. Ben je hier in de Zandmast ontzettend? Ja, moest maar in mij. Moet er gebeuren. Je wilt de kastdagen weer de muziek in de lucht gooien. Dat kan allemaal zondag nog in. Dat is wat. Dat hij zo'n man in Hogeveen hebt. En ik heb aan de beurt dat hij gids moest worden. Dat hij groepen mensen moest begeleiden door Hogeveen. Om wat te doen. Nou, hij werd heel veel. Het op zoek. Nou, hoeveel jaar de feestweken bestaat? Dus van werd dan ook een wijkvereniging. Die ja. Die organiseert dan activiteit. Ja. We hebben mensen die los van de wijkvereniging activiteiten organiseert. En dat we zeggen gewoon, we willen eigenlijk gewoon een totale paraplu heen voor alles wat er in de wijk hebt, dat nog een soort van. Heel vullen. En als ik de namen zeggen, dan denk ik van dat de meesten hem bekend. Sizeune heet John. En John die doet een heleboel in de catering. En Siva, Wiege, die heeft dat te donen. Die is daar begund. Op de hoek aan de Rotustraat. En Wieger van Rechten, dat is de man waar we deze weken met praat. Waar we deze weken is even gaan kijken hoe hij het nog vindt en wat hij ervan vindt. Zo het leven in Hogeveen is en zoals hij het leven opgepakt heeft. Wieger van Rechten, bij God zo in een gesprek, Jan. Heerle. Wij hebben de schaarste hebben wij binnen, want dat is nou zo'n ding. Ja, zeker. Mm-hmm.